Ik heb echt geen idee. Hij is een grapjesmaker. Hij is een praatjesmaker. Ik wil klagen. Hallo dames en heren, welkom bij mijn nieuwe blog. Laat een blauw duimpje omhoog. Abonneer, duur maar 2 seconden. Kom op, klik op dat knopje. Ik weet dat je niet... Kom op, duur maar 2 seconden. Wij gaan vloggen over... Waar wij vandaag een hekel aan hebben. Oom Brian heeft een briefje. Want hij weet niet... Want hij kan niet zo snel nadenken. Mooi handschrift heb ik, hè? Ja. Waar heb jij een hekel aan, Estemore? Boodschappen. Waarom heb je daar een hekel aan? Omdat het alleen maar wacht is en dat sommigen niet opletten op de kassenvrouw. En dus alleen maar... Ja, hij is hier aan de telefoon. Nou, ik heb een... Nou, hij heeft een hekel aan was doen. Aan de was doen, ja. Ik vind de was gewoon doen, vind ik niet leuk. Maar goed, moet gebeuren. Anders loop je in stinkkleren, maar goed. Hier, lees dit lijstje maar. Mensen kunnen mijn handschrift niet lezen, Estemore. Het is een doktershandschrift. Niet. Mm-hmm. Wachten! Wachten is niet leuk, hè? Echt, wat doe je ervan? Hij gaat gewoon liggen, denk ik. Niet reageren op WhatsApp. Mensen die lezen je berichtjes en dan heb je 2 van die blauwe vinkjes. En dan alsnog niet reageren, heb ik echt een hekel. En Estemore is gewoon weer weg. Hij is gewoon weer weg. Denk je al zo dat ik je de hele tijd niet zie? Maar Estemore heeft geen app. Dus hij weet niet hoe dat is. Waarom heeft Estemore nog geen app? Weet ik veel, dat mag niet van mijn mama. Zeggen, waarom mag ik dan niet van mama? Waarom mag ik dan eigenlijk niet van mama? Ja, vraag dat eens aan mama. Mama, waarom mag ik dan niet? Waarom mag ik geen WhatsApp? Dan kan ik loop ik al die mooie dames mis, al die chickies. Je bent echt gek. Nee, ik ben van weg. Wordt lastig. Waar ik nog meer een hekel aan heb, is mensen die in het openbaar vervoer zo hard praten. Dat kan ik echt niet handelen. Nee. Hoe wist u? Hoe kan u dat uit de hoofd? Omdat ik wel een slimme jongen ben. Hij is kaal. Mooi, hè? Doe een blauw duimpje omhoog als je meer kale mensen wil zien. Zoals Hero Brian. Oké. Ik ben. Ja, jij bent. Naar school gaan en heel vroeg opstaan. Dat is niet leuk, vind ik ook. Echt zo stom. Oom Brian heeft weer een armband omgedaan omdat hij denkt dat hij werk heeft. Weet je waar ik ook in hem kwam? Ga naar school. Dan ben je nog moe. Wil je nog lekker slapen? Tot morgen, tot 's nachts. Of misschien wel tot 12 uur 's middags. Heeft u daar geen hekel aan? Aan vroeg opstaan, tuurlijk heb ik daar een hekel aan. Ja, ik ook. Dan zitten nog... Mijn ogen zijn dan nog heel klein. Precies. En dan lijkt ik op een Chinees in de ochtend. Omdat ik zo die kleine ogen heb. Veel tikkers houden niet van Chinezen. Dus dat zie ik er niet uit. Hij is gek. Soms moet je wel vroeg opstaan. En dan? Word je dan chagrijnig of niet? Dan word ik dit. Laat me slapen, mami. Heb jij geen Chinese oogjes dan? Ik heb die hele kleine oogjes. Nee, dan heb ik hele grote ogen en rood. Dan lijk ik wel, dan lijk ik, hoe heet dat nou, vampier. Mensen die pesten. Ja, daar zo ik wel. Ik kan ze wel de ballen gaan trappen. Ik kan niet al je contacten weergeven. Siri, dit is onze vlog. Siri wil gewoon meedoen. Sorry dames en heren. Maar waarom kan je niet tegen mensen die pesten dan? Vertel mij. Is niet meer van deze tijd. Is helemaal niet geloofwaardig. Hé, hey, laat je kale hoofd zien. Hij wil heel graag dat ik mijn kale hoofd laat zien. Je moet vraag eens aan Siri. Wat? Nee, mijn homebutton doet het niet meer. Zijn homebutton niet. Hij heeft geen iPhone, maar een crackbutton. Crackbutton. Hoe doe je hem dan oproepen? Siri roepen. Hey Siri. Hey Siri. 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 Ja, nou heb je hem weggejaagd. Nee. Jawel, nu is hij weg, nu is hij bang.
Siri? Dat weet ik niet. Ik ga hem vragen. Siri! Siri, kan je beatboxen? Ik heb een beetje met deze zitten oefenen. Boek, 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 bada, boek, 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 bada, boek, bada, 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 boek, bada, boek, 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 bada, boek, bada, 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 boek, bada. Ik kan hier de hele dag mee doorgaan. En ik wil nu één ding laten zien. Eén ding maar. Siri, kan je rappen? Oké, daar gaat hij. Alvast mijn verontschuldigingen aan iedereen met deren oortjes. Yo, yo, je bent vast glad vergeten. Of je wilt het toch niet weten. Maar met Siri's rap ontketend, kan echt niemand zich hier meten. Yo, yo, Siri's sick assistent. De beste die je kent, voor elke vrouw of ent. De vetste hulp op elk moment. Yo. Hoezo? Oké. Siri is weg. Siri is weg. Mag ik even kijken? Nee, pap. Siri! 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 Ga weg! Ga slapen, Siri! Zal ik jou vertellen hoe het je pijn was? Ja. Viel de stroom wel eens uit, maar niet voor 1 uur, ook niet voor 2 uur, maar voor 2 dagen. En dan heb jij geen stroom en dan heb je geen koude cola, geen koud bier, maar ook geen telefoon. Want als het op is, is hij op, kan je hem niet opladen. Holy God! Ja, daar heb ik zeker een hekel aan. Zou jij zonder je telefoon kunnen 2 dagen zonder stroom? Nee. Nee. Nee, nee, nee. En nog eens, nee. Dan ga je je echt vervelen. En vooral in de jungle. Ja, dan ga... Want we komen uit de jungle. Heb jij ook een hinkel? Dat... Hinkel? Hekel bedoel je? Heb je ook een hekel aan dat het heel hard regent en dat de zon regen. Ja. Echt dat op 1 dag, hè, dat is een keer bij mijn verjaardag gebeurd. Oh, dat is wel klaar. Was het echt zo discofeestje met weer zon regen. Naar binnen en naar buiten. Binnen en naar buiten. Dat is zo irritant. En dan word je nat, heb je het weer warm. Wordt nat. Dat is niet leuk, nee. En dat was zo nog in de zomer. Ja, hoe kan dat, hè? In de zomer moet gewoon de zon schijnen en niet regenen. Dus Piet Paulus, maar ik wil deze zomer gewoon zon hebben. Dus kom ik wel opzoeken. Waar kan ik echt niet zonder, behalve telefoon? Waar kan ik niet mee zonder? Cola? Nee. Wat dan? Bier. Nou kunnen we weer lekker rusten. Genoeg geklaagd voor vandaag. Hè, klaagmuur? Ja, dus nu kunnen we eigenlijk... Chillen. Chillen en positief. En nu mag je op je telefoon zitten. Dankjewel!